Mag ik even uw naam? Jan Uwels. U bent eigenaar van de zaak? Zeker, ja. Voor welke zaak staan we hier? We staan hier voor de goudatelier Elkliek, die van mijn vrouw is, en voor de klokkenmaker Jan Uwels, die van mij is. Ja. U heeft vandaag onverwachts bezoek gehad? Ja, vannacht om 4:57 hebben ze bij ons inbraak plaatsgevonden. Ja. Hoe kregen jullie de melding binnen? Via de meldkamer werden we uit bed gebeld dat er een inbraak was. Ik ben direct hier naartoe gegaan. Ik was hier 7 minuten later. Ik moest vanuit de Aalten komen. En ze waren al weg. Dus, en 2 minuutjes later stond de politie hier al op de stoep. Dus toen zijn we het pand ook ingegaan, alarm uitgezet en hebben we de schade opgenomen. Wat trof je aan? Ja, chaos. Alle vitrines kapotgeslagen. Een deur opengebroken. Ruit kapot. Ja, een rommel. Veel glas. Wat doet dat nu met u als dit gebeurt? Ja, heel vervelend. Geef je een naar gevoel. Je zit dan gelijk al te denken, wie zijn er bij ons in de winkel geweest? We hebben wel het idee dat het bekenden zijn geweest. In ieder geval dat ze goed op de hoogte waren. En ze hebben echt selectief spullen meegenomen. En dan ga je toch zitten denken van, wie zou dat geweest kunnen zijn? Dus je bent wel aan het malen. Heeft u enige idee die het geweest kunnen zijn? Nee, helemaal niet. Nee, we krijgen zoveel mensen over de vloer. Natuurlijk ook gewoon toeristen en mensen die belangstelling hebben en hier rondkijken. Dus ja, het kan iedereen zijn. Weten we echt niet. Wat trof u aan vannacht? Ja, een rommeltje met veel glas. En toen gelijk mijn vrouw gebeld dat ze moest komen. En dan ga je denken van, wat gaan we nu als eerste doen? Eerst maar eens glas opruimen, moest op de recherche wachten voor onderzoek, spooronderzoek. En schilder gebeld alvast voor een nieuwe ruit. Dat moet allemaal in werking gezet worden nu. Het was behoorlijk rommel. Ik zag ook de vrouw nog de laatste restjes aan het opruimen. Ja, klopt. Ja. Ja. Zijn behoorlijk wat vitrines opengebroken? Ja, als ik het zo even tel, ik denk een stuk 8 in totaal. Ja. Ja. Enig idee wat de schade is? Nee, helemaal nog niet. Zijn we allemaal... Dat loopt wel in enkele 10.000 euro's, ja. Ja. Wat hebben ze nou precies meegenomen? Voornamelijk gouden sieraden en ik denk een 20-tal horloges. Maar dat moet ik allemaal nog uitzoeken. En eens even kijken wat allemaal weg is. Dat weet ik niet. Dat grijpt u wel aan? Ja, tuurlijk. Ja. 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 Het is, ze moeten er gewoon van afblijven. Het is eigendom van ons en niet van anderen. Het is heel vervelend als je op zo'n manier bij hardwerkende mensen... iets weghaalt. Dus, ook de buren hebben niks vernomen? Nee, helemaal niks. Ik heb al een klein rondje gemaakt, maar niemand heeft wat gehoord of gezien. Terwijl ze toch aanzienlijk geweld tekeer gegaan zijn met de ruit. Want daar zijn ze niet zomaar doorheen gegaan. Ze hebben eerst het slot proberen te forceren met een boormachine. Is niet gelukt. Daarna hebben ze de deur proberen te ontzetten. Is ook niet gelukt. En toen hebben ze het glas genomen en hebben ze met waarschijnlijk met een gasfles hebben ze die ingeslagen. Dus hoe gaat het nu verder? Ja, verzekeringstechnisch gaan we dat met de verzekering kortsluiten. Alarminstallatie moet weer gereset worden, dat soort dingetjes. Afspraken maken met de deuren, want er moet een nieuw kozijn en een nieuwe deur in. Dus met de glas zetten voor de nieuwe vitrines. Dus dat gaan we nu allemaal in werking zetten. Ja. De winkel blijft gewoon open? Ja, ja. Ja. We ruimen het op en gaan gewoon weer verder. Ik wens u heel veel sterkte. Dank u wel.